Yo mensen en welkom bij een nieuwe praatvideo. Vandaag gaan we het maar weer eens hebben over de Voltron Coaster van Europa Park. Want de bouw is een tijd geleden vol een bak van start gegaan, maar het is nu wel een tijd geleden, ongeveer een jaar geleden, dat ik deze achtbaan nog besproken heb in een praatvideo. In die tijd is er weer wat meer bekendgemaakt. Bijvoorbeeld de decoraties en het complete ritverloop. Maar buiten dat zijn er nog wat meer vernieuwingen voor dit jaar en die gaan we als allereerst eens bespreken. Dus veel kijkplezier. Al een tijd geleden werd de Jungle Fort op de Grote Vijver omgebouwd tot de Josephina's keizerlijke zaaibereik. En zal de attractie tegenwoordig onderdeel moeten zijn van het Oostenrijkse gedeelte. De decoraties tijdens de rit waren al een tijd voltooid, maar op die moment moesten er nog nieuwe boten komen. Maar nog niet zo lang geleden is dat dan uiteindelijk gebeurd. De nieuwe boten zijn aanwezig. En onverwachts zijn er deze winter nog nieuwe decors toegevoegd. Tijdens de vaartocht komen bezoekers nieuwe bewoners en bouwwerken tegen. En zijn dus alle boten vervangen. De houten vlotten hebben plaatsgemaakt voor wat meer sierlijke boten. Maar de volledige ombouwing van de boottocht is nog niet helemaal afgerond. De attractie zou ook nog moeten voorzien zijn van een totaal nieuw stationsgebouw. Dat plan is momenteel nog niet uitgevoerd. En dat zal voorlopig nog een tijd duren. Want Europa Park heeft de uitbreiding uitgesteld. Er zouden dus een volledig nieuw stationsgebouw verrijzen. Met een restaurant, een speeltuin en zitgelegenheden. Een gigantisch gebouw met het station en het restaurant, waar glijbanen aan vasthangen. En het gebouw bestaat uit een extra verdieping met een groot terras. Deze uitbreiding moet nog uitgevoerd worden. Maar voorlopig heeft Europa Park het in de frigo gezet. Dus het zal nog even wachten zijn tegen dat de boottocht een nieuw stationsgebouw heeft. Buiten dat is er dit jaar weer een extra themagebied gebouwd in Europa Park. Dat in tegenstaat van Liechtenstein. Van het kleine land is dit jaar een klein themagebied gebouwd. Een klein themagebied gelegen tussen Engeland en Zwitserland. De blikvanger van dit gebied is de ballonnenmolen. Liechtensteiner ballonvaart. Deze attractie is absoluut niet nieuw. Deze attractie is in 1996 in het park gebouwd, maar lag toen in het Griekse themadeel. Maar voor het themagebied Kroatië te bouwen, heeft het park deze attractie gesloopt. En dit jaar is de ballonnenmolen terug opgebouwd in het nieuwe gebied Liechtenstein. De ballonnenmolen is daarmee een klein beetje aangepast. Op de ballonnen is de naam Liechtenstein te zien, een kroon en de vlag van Liechtenstein, die in het gebied op veel plaatsen terugkeert. Maar nu het woord Kroatië gevallen is, komen we daar nu op terug. Een jaar geleden heb ik deze achtbaan voor het laatst besproken in een video, maar er is nu weer een heleboel nieuws. Waaronder ook de bouwplaats, want de bouw van de achtbaan is nu al een tijd vol een bak in gang geschoten. Het wordt een groot themagebied met een paar opvallende decoraties. In de zomer van 2022 werd dus duidelijk dat Europa Park een replica van een historische toren gaat bouwen bij de nieuwe achtbaan. Het gaat dan over de zogenoemde Warden Clifford Tower. Die kwam in New York te staan, waar Nikola Tesla in 1884 naar immigreerde. In 1902 stond de toren overeind. Maar door onder meer financiële problemen heeft het mysterieuze gevaarte geen lang leven gekend. Want in 1917 werd de toren alweer ontmanteld. De toren was 57 meter hoog en Europa Park heeft dus besloten om een replica van deze toren in het nieuwe Kroatische gedeelte te bouwen. De toren komt te staan op het stationsgebouw van de achtbaan. Het afgelopen jaar verschenen er al een hoop bouwplannen waaruit het baanverloop op te maken was. En uiteindelijk werd er een bouwvergunning verleend. En ook zijn de gegevens van de achtbaan bekendgemaakt. Hier zijn ze. De baan krijgt een hoogte van
32 meter hoog, een lengte van 1385 meter lang. En naar verwachting krijgt de baan een topsnelheid van 90 km per uur. De achtbaan kreeg ook, zoals al langer bekend was, lanceringen, in tegenstelling tot de twee andere Big Dipper achtbanen. En het wordt er niet maar één, maar deze baan zal 4 lanceringen krijgen. Waarvan de eerste lancering heel opvallend is, omdat die volledig verticaal gelanceerd wordt. In de loop van de baan krijgt de achtbaanterrein een tweede boost. En nog wat verder in de baan krijgen we 2 lanceringen op dezelfde plaats. Een lancering achterwaarts, waar de baan doodloopt, om dan de 4e lancering recht vooruit te krijgen. De baan heeft een gigantische lengte, maar krijgt ook een heel aantal inversies. De baan krijgt maar liefst 7 inversies, dus zal 7 keer over kop gaan. En zoals we al wisten, krijgen de treinen van deze baan voor capaciteitsverhoging 2 rijen extra. 2 rijen meer dan de achtbanen Lost Gravity en Dynamite. Dus 4 rijen in plaats van 2. Een maand later kwamen wat meer duidelijkere conceptarts van het stationsgebouw naar buiten. Nieuwe ontwerpen verduidelijken hoe het stationsgebouw in Kroatië er zal uitzien. Het verhaal achter de attractie gaat uiteraard over de elektrotechnicus Nikola Tesla, die geboren is in het Kroatische dorp Smiljan. Bezoekers komen dan op een oude waterkrachtcentrale. Die is overgenomen door Tesla om er experimenten uit te voeren. En bovenop de centrale is dan een replica gebouwd van de toren uit New York. Daarmee wil Nikola Tesla energie transporteren, waarbij er onderzoeken worden gedaan of het mogelijk is om met behulp van kosmische energie mensen te transporteren. Dat is het idee achter de achtbaan. Er wordt niet maar 1 toren gebouwd, maar er komen er 2. Aan de andere kant van de achtbaan wordt ook zo'n gelijknamige toren gebouwd. Ze vormen als het ware het begin en het eindpunt van deze reis binnen de energiestraal. De attractie wordt uitgerust met minstens 1 geavanceerde animatronic. In eerste instantie was het de bedoeling om de achtbaan in 2023, oftewel dit jaar, te openen. Maar er was sprake van leveringsproblemen op het gebied van elektronica componenten. Sommige onderdelen zouden een levertijd hebben van wel 70 weken. Dat maakte dus dat er dus geen zekerheid meer was dat de Voltron in 2023 kon opengaan. Ondertussen deelde het park wel weer nieuwe onderwerpen over de rest van het gebied. Je hebt de grote watercentrale met de iconische toren als stationsgebouw. Maar later deelde het park meerdere ontwerpen. In de rest van het gebied komen Kroatische bouwwerken met palmbomen te staan. Op een van de gebouwen hing een bord met de tekst Kroatische Academie voor Wissenschaft und Technik. Daarmee wordt verwezen naar het verhaal achter de uitbreiding. De hoofdrol van de achtbaan, Nikola Tesla, was ook te zien met het citaat Welcome to the Electric Age. Eind 2022 werd dus officieel bekendgemaakt dat de opening van de Voltron niet in 2023 ging kunnen doorgaan, maar een jaar later in 2024. We moeten dus een extra jaar geduld hebben. Een definitieve datum in 2024 is momenteel nog niet bekendgemaakt, maar dat zal met de tijd ook wel komen. In januari 2023 arriveerde toch eindelijk de eerste baandelen van de achtbaan. In de loop der tijd was op het YouTube-kanaal van Europa Park al een making-of te zien, waarin we op de hoogte werden gehouden van de bouw van deze achtbaan. Gepresenteerd door operationeel manager Lucas Metscher en projectleider Patrick Marks. Niet veel later ging de bouw van start. Pilaren gingen de hoogte in en de baan kreeg stilaan meer vorm. De achtbaan wordt overeind gezet door de firma Wright Construction Service Worldwide. En de bouwwerkzaamheden zijn uitgebreid in beeld gebracht voor een documentairserie op Europa Park's eigen streamingsplatform VJoy. Voor deze nieuwe achtbaan gebruiken we nu al lange tijd de naam Voltron Coaster. Maar officieel is de naam van de achtbaan nog niet bekendgemaakt. Zo'n jaar geleden lekte de titel Voltron Coaster uit. Maar of dat ook de daadwerkelijke naam van de achtbaan gaat worden,
is eigenlijk nog niet 100% zeker. Maar ik hoop zelf wel dat deze de naam gaat worden, want Voltron Coaster lijkt mij wel een goede naam. De bouw is vol een bak van start gegaan. De achtbaan krijgt meer en meer vorm. Gebouwen krijgen meer en meer vorm. En in mijn ogen gaat dit een fantastische nieuwe uitbreiding zijn van Europa Park. We wisten nu wel al een dik jaar hoe de layout van de achtbaan ongeveer ging zijn. We zagen al duidelijk dat hij langer ging worden dan de twee andere Big Dipper achtbanen van Mack. En we wisten wel al wat voor elementen er gingen inzitten. Maar een virtuele on-ride hadden we op die moment nog niet gezien. Maar in maart 2023 onthulde het park dan eindelijk de ritverloop van de nieuwe achtbaan. En was er dus op te zien dat hij dus verticale lanceringen zou krijgen. Een draaischijf en 7 inversies. Dus ik zou zeggen, laten we de on-ride van de achtbaan er eens bij pakken. Op het filmpje is ook direct de rest van het gebied een beetje te zien. Het grote stationsgebouw met de iconische toren die erop staat. De trein wordt dus vol een bak gelanceerd in een verticale vorm, gevolgd door een eerste inversie. Direct daarna volgt de tweede inversie, een kurkentrekker, een airtime hill en een immelman. Na de eerste immelman volgt direct de tweede immelman, gevolgd door een kleine lancering die de trein een kleine boost geeft. Direct daarna volgt de volgende inversie, waar ik de naam nu even niet van weet, maar het is een inversie die een beetje vergelijkbaar is met de inversies van Untamed. Een inversie die niet volledig doordraait, zullen we maar zeggen. Dan rijdt de trein vol een bak door met een goede airtime heuvel, gevolgd door een zogenoemde S-curve. Gevolgd door een dive loop. Om dan in de remmen te schieten. Madrid is op deze moment nog niet afgelopen. De trein komt tot stilstand op een draaischijf. De trein maakt een 180 graden draai, wat vergelijkbaar is met de draaischijf van bijvoorbeeld Pulsar in Walibi, België. Hier volgt de volgende lancering, lancering nummer 3. Te beginnen achterwaarts. Dan komt de trein terecht in een spike, waar de baan dus doodloopt. De trein rijdt terug in een voorwaartse beweging en krijgt de vierde lancering. Daarna gaat de trein vol een bak omhoog in een topheid, gevolgd door een aantal bochten en airtime heuvels. En zo te zien ook een overbanked airtime hill, zoals de Conda van Walibi België ook heeft. Nog een paar airtime heuvels en dan komen we in de blockbreaks. Dan rijdt de trein voort, gevolgd door een kurkentrekker. De trein raast dan in een lange bocht langs allemaal decorstukken. Een goede overbanked bocht, gevolgd door nog een kurkentrekker. Dan komt er nog één airtime heuvel om dan in de remmen te schieten. En dan is er te lezen, welkom in de elektrische eeuw, maar dan in Duits. Deze layout is in één woord awesome. Het is spijtig dat de achtbaan niet in 2023 is kunnen opengaan, maar dat we dus een jaar langer geduld moeten hebben. Maar Europa Park bouwt nu zijn zoveelste achtbaan en zeker niet de minste. De Voltron wordt een schitterende achtbaan. Veel inversies, een immens lange baanlengte, lanceringen, waarvan één verticaal is, extra lange treinen, dus deze achtbaan gaat ver weg, Lost Gravity en Dynamite overheersen. Een schitterende uitbreiding voor Europa Park met een nieuw mooi themagebied, Kroatië, met een verhaal volledig rond de elektrotechnicus Nikola Tesla. Goed, dit was de video voor vandaag. Een update video van de Voltron Coaster met alles wat er het laatste jaar nog eens bijgekomen. We hebben het wel gehad over de decoraties en ik heb de on-ride eens overlopen. Het is nu nog een tijd geduld hebben, maar ik kan niet wachten tot deze sensationele achtbaan zal openen. Dus dit was de video. Ik zie jullie een volgende keer op Brave Rides. Ciao.